ik zeg wel eens, nou, ik heb een beetje een rare baan. Dat zeg ik ook wel eens. Omdat dat is wat ik doe en dan heb ik geen zin om erover te praten. Dus... Maar dat roept meer vraagtekens op natuurlijk. Als ja, je, ja, ja. Nou, dat probeer ik dan maar weer weg te bossen. Ik heb een beetje een rare baan. Ik heb een beetje een rare baan. Noordelingen dingen. Welkom bij Noordelingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noordelingen over dingen. Ik ben Colin Mooijman en ik zit aan de keukentafel in Utrecht met podcastmaker Bas Louise. Noordelingen Dingen. Noordelingen Dingen. Hi. Hoi Bas. Ja, hallo. Ja. Dat is prima introductie. Wel, zeker toch? Weten, ja, hartstikke fijn. Ja. En ja, ook duidelijk, we gaan over dingen praten. Ja, we gaan over dingen praten, ja. Uit het noorden, of is het gewoon over allerlei dingen? Nou, we kunnen over allerlei dingen gaan praten. Ah, okay. Ja, maar we zullen ook wel over het noorden gaan hebben. Ja. Want dat is ook wel een beetje de link. Ja. Tussen het Dagblad van het Noorden en Bas Louise, de man uit Emmen. Ik kom daar vandaan, ja. Ja, de komst uit Noorden. Ja. Maar we kunnen het overal nergens over hebben, Bas. Oké, ja, ik laat jou toch? Jij brengt onderwerpen in, denk ik, of niet? Of wil je dat ik zelf ook nog wat... Nou, ja, je kan ook onderwerpen ingooien, okay. Maar mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik heb wel van alles voorbereid. Oké, nou, dan laat ik jou aan het woord. Maar daar kan ik ook wel van afwijken, hoor. Ja, oké, we gaan het zien. Hey Bas, ja, jij verwierf landelijke en ook ongekende bekendheid via Man Man Man, de podcast, hè? Ja, ja. De wekelijkse show die je doet met je radiovrienden. Domien en Chris. Kom je nog wel eens iemand tegen die de podcast niet kent? Nou, jou. Nou, ja, toch? Je kende het niet, toch? Nou, voordat ik kende de podcast. Ja, ik zei het inderdaad net voordat we op record hadden van ja, ik kende de podcast niet. Nee. Maar ik kende het wel van naam. Ja, ja, ja. Ja, maar ja. Ik had het niet echt geluisterd. Nee. Ja, ik weet niet. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het niet kennen, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet luisteren. Want het is niet dat wij elke week 17 miljoen luisteraars hebben. Nee, ja, maar ja, ik heb het er ook heel weinig over met random mensen. Dus ik kom net bij de tandarts vandaan en dan vraag ik niet, hey, ken je mijn podcast? Of dan zeggen ze ook niet, hey, ken je van een podcast? Dus die gesprekken zijn er niet heel veel. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die de podcast zeker niet kennen. En mij ook zeker niet, nee. Nee. Wat zeg jij tegen iemand die je net ontmoet, die heeft nog nooit van jou gehoord, nooit van de podcast gehoord? Wat zeg je dan over jezelf en wat je doet? Ja, dan zeg ik dus dat ik podcastmaker ben. En dan, ja, ik ga het gesprek ook een beetje uit de weg. Omdat ik dan denk ik, ja, wat moet ik uitleggen wat voor podcast ik maak? En dat stelt natuurlijk ook niet zo heel veel voor. Daar word ik ook wel een beetje bescheiden van. Dus dan, ik zeg wel eens, nou, ik heb een beetje een rare baan. Dat zeg ik ook wel eens. Omdat dat is wat ik doe en dan heb ik geen zin om erover te praten. Dus... Maar dat roept meer vraagtekens op natuurlijk. Als ja, je, ja, maar ja. Dat probeer ik dan maar weer weg te bossen. Ik heb een beetje een rare ik heb een beetje een rare baan. Nee, ja, ik vertel daar nooit zo heel veel over. Omdat ik dat gesprek een beetje ongemakkelijk vind. Ja. Wat maakt het ongemakkelijk dan? Ja, want je kan niet. Toch gewoon zeggen van... ik ben Bas Louise, ik maak een heel populaire podcast. Nee, dat is een beetje stom nee, om te doe, zeggen. Toch? Ja, dat klinkt al heel gek om dat te zeggen. Ja, dat is ook stom. Ja, en dus ja, wat maakt het ongemakkelijk? Ja, weet ik niet zo goed. Ook een beetje stoer doen, denk ik dan. En dan denk ik, wat moet ik dan gaan uitleggen? Wat moet ik dan als ik ga vertellen wat we in de podcast bespreken... dan denken mensen ook, ja, nou, dat stelt toch echt niks voor. En dat stelt ook echt niks voor, laten we dat vooropstellen. Maar het is toevallig wel mijn baan, ja. Dus dat is het. Dat is wel mooi meegenomen. Natuurlijk. Dat is mooi meegenomen, zeker. Ja, dat is wel uniek. Ja, dus ja, een beetje ongemakkelijk om te zeggen. Ik ben Bas, ik ben de podcastmaker van Man Man Man, de podcast. Ja, ik heb misschien om je een beetje te helpen... ChatGPT gevraagd... om een introductie over jou te schrijven. Oké, om mij te helpen of om jou te helpen? Om mij te helpen, ja. Maar in het vervolg om jou te helpen met het jezelf voorstellen. Oh, dan ja, kan je okay. Misschien dit inzetten. Ja. Bas Louisen is een radiomaker en een van de drie mannen achter de populaire podcast Man, 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 de podcast. Geboren en getogen in Emmen, heeft Bas met zijn unieke perspectief en humor de luisteraars weten te boeien. Zijn openhartige gesprekken over falen, succes en onzekerheid hebben de podcast naar grote hoogten gebracht, met talloze prijzen en een trouwe fanbase. Bas' nuchtere en vermakelijke stijl maakt hem een geliefde stem in de wereld van podcasting. En dit is geschreven door ChatGPT. Dit heeft ChatGPT geschreven. Ja, nou, ik vond het echt vleiend. Maar als ik weet dat het uit een computer komt, dan vind ik het nog steeds wel leuk. Maar ja. Maakt het toch minder persoonlijk, toch? Het is wel minder persoonlijk. Ja, dat is een ding dat zeker is. Ja, ik dacht, ach, wat een leuke blik naar mij. Maar oké, dankjewel. Ik had zelf niet zo kunnen verzinnen. Nee, precies. Ja, voor wie het niet kent, even een stukje Man Man Man, de podcast. Welkom bij Man, 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 de podcast. Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren bespreken de week, het leven en elkaar. Kut. Ik ben zo lang geen host geweest, jongens, dat ik helemaal niet meer weet hoe dit werkt. Maar... Intro praatje. Mooi hoe je dit gewoon oplost. Niemand had het door. Sorry. Het spijt ons. Het was niet zo bedoeld.
We waren echt heel brak en we hadden ons niet eerder zo gevoeld. Een biertje, een vlugel met een doppie op de neus. In de avond ben je de man, maar 's ochtends echt de kneus. Vandaag zijn wij weer fit. Wij zijn niet lam en niet ontdaan. Ga er maar voor zitten, want deze attractie vliegt nooit van de baan. Oh, had ik vanmorgen was ik iets eerder opgestaan. Ja. En toen heb ik dit opgeschreven. Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Ja. Met een actuele... Ja, wat een mooie, echt een mooie twist. Ja. Nou, ja, slim, goed gevonden. Ja. Als je de podcast niet kent, dan denk je... Oké, nou, dit is het dus. Dit is het dus. Dit heb ik dus gemist. Ja, nee, ja, als je niet luistert en je mist helemaal niks als je niet luistert. Maar dit is het, ja. Ja. Niks meer, niks minder. Nee, precies. En, ik wil graag even met je naar het prille begin. Je bent geboren op 17 september 1987 in Emmen. Zeker. Dat maakt jou nu 35. Ja. Dat is aardig uitgerekend. En jij groeide op in de wijk Rietlanden. Ja. Wat is dat voor een wijk? Nou, dat was toen redelijk nieuwbouw. Toen wij daar kwamen wonen. Ja, nou, toen mijn ouders daar introkken, toen was dat echt een nieuwbouwwoning, nieuwbouwwijk. Ik vind het gewoon nu grappig dat toen ik opgroeide, had je van die hele kleine boompjes. We hadden zo'n grasveldje voor het huis, stonden hele kleine boompjes. En nu zijn het al echt enorme bomen. Dus ik vind het zo grappig hoe snel dat dan gaat, toch? Dat zo'n wijk ook snel oud wordt wel. Niet alleen de wijk, overigens. Nee, ja. Ook de mensen. Ja, dat ja. Worden zelf dan ook, ja. En wat was jij van kereltje vroeger toen jij daar in Emmen rond chased in de Rietlanden? Jeetje, dat is, dat weet ik helemaal niet zo goed. Ik had wel vriendjes. Ik had daar Daan en Rolf en Hans. Dat waren wel een beetje mijn maten. En die woonden ook allemaal redelijk in de buurt. Daarmee gingen we veel op avontuur. Haalden we wel veel kattenkwaad uit in de buurt. Dus veel belletje drukken. En met de afstandsbediening ook. Ja, zeker. Met de afstandsbediening in de bosjes liggen en dan de tv uitzetten bij mensen. Dat hebben we ook gedaan. Ik ging naar de basisschool De Regenboog. Daar was ik niet heel leuk, denk ik. Ik verveelde me, denk ik wel, echt. Ik had veel aanvaringen wel met mijn juf Anneke. Dus ja, ik weet niet, ik vond mezelf... Ik weet niet zo goed wat voor kind ik was, maar... Ik was niet altijd even leuk, denk ik. Is er iets veranderd in die tijd? Of vind je jezelf nog steeds niet helemaal... helemaal deugen. Nou, ik vind me soms wel echt vervelend, ja. Oh ja. Ja, maar ik vind mezelf soms ook wel oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, en wist jij als jochie al wat je wilde gaan doen? Had je een soort beeld van het leven? Nee. Ik heb verschillende dingen gewild. Qua werk en zo. Ja, ik wilde kok worden, ik wilde bakker worden, ik wilde vrachtwagenchauffeur worden. En ik was denk ik, volgens mij was ik 14 of 15. Toen wel het idee kwam, ik wil bij de radio werken. Toen was ik 16. Toen wilde ik bij de muziekomroep aan de slag. Ja. Maar dat mocht niet, want toen waren we daar te jong voor. En toen ben ik een internetradiostationnetje begonnen, dacht ik, wist ik veel. Dus toen wist ik wel, of toen dacht ik, ik wil bij de radio werken, ja. Wat was dat wat dat jou zo op die eigenlijk een hele jonge leeftijd, toch? Ja, nou ja. Zo aantrok dan? Ik weet nog dat ik op vakantie hoorde ik Giel voor het eerst in mijn leven op de radio. En ik weet niet, hij had een enorme aantrekkingskracht op mij. Dat vond ik echt gek. Dat klonk spannend en nieuw en leuk. En ik dacht, wauw, wat is dit? Toen dacht ik, ik wil wel bij de radio werken, ja. Toen dacht ik nog, ik word radiomaker. Dat was mijn droom en ambitie om dan DJ te worden. Maar daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Heb ik helemaal geen talent voor. Kwam ik ook vrij snel wel achter. Dus dat idee heb ik laten varen. Maar de radio die is toen wel in mijn hoofd blijven zitten. Ja, want op een gegeven moment kwam je dan op die BNN Academy terecht, toch? Ja. Dat is zeg maar de soort van kweekvijver voor radio, het tv-talent ook. Maar ja. Dan kwam jij waarschijnlijk dan op de radio. Ja, ik kwam op de radioafdeling. En toen kwam je er daar ook zeg maar dan snel achter van, nou ja, de nieuwe Giel Beelen zou... Dat is iets te hoog gemikt. En sowieso de nieuwe radio-dj. Nee, ja, ik kwam daar er wel achter dat ik daar helemaal geen talent voor had. Maar hoe kwam je erachter dan? Nou ja, je moet daar in principe alles doen. Dus je gaat er regisseren en produceren en je gaat op slag en je gaat reportages maken en je gaat programma's maken. Niet live, maar dan achter de schermen. Ja. Nou ja, en dan kom je erachter dat het best wel ingewikkeld is om in je eentje een radioprogramma te maken. En als je dat goed kan, dat best wel een talent is. En ik had dat talent niet. Ik kan niet zo goed in mijn eentje in de microfoon praten. En daar ben ik gewoon echt niet goed in. En alles klinkt ook heel geforceerd en gemaakt. Ik ben gewoon niet zo'n vlotte prater dat ik dat goed kan. Dus toen moest ik die ambitie laten varen. Was het ook lastig dat je dan ineens dacht van oké, dit is het dus niet? Nou ja, nee, niet echt. Want ik kreeg wel vrij snel een baan als redacteur. Dus ik heb, het is niet dat daar een enorme droom dat het enorm te val is gekomen. Ja. Nee, dat viel wel mee. Ik vond het wel te gek dat ik gewoon daar kon werken. Dat ik bij de radio kon werken en dat ik daar een baantje had. En dat vond ik leuk. En daar nam ik dan wel genoeg mee. Op dat moment natuurlijk. Ja, ik was 23. Dus alles was leuk en spannend en nieuw. En Ja. En hoe was dat om dan zeg maar als jongen uit Emmen dan
die BNN Academy te doen. En kom je in dat Hilversumse terecht. Ja. Hoe was het voor je? Verschrikkelijk. Ja, vond ik heel spannend. Ja, dat vond ik allemaal wel spannend, ja. Ik kwam inderdaad uit Emmen en 23 ging naar Hilversum. Daar ging ik wonen, ook om daar te kunnen werken. Ja. Ja, en het is een redelijk harde wereld. Waar kwam ik wel achter? Ja, alles wat ik niet kende. Vond het wel spannend soms, ja, en moeilijk. En heb er wel ongelukkige, tussen aanhalingstekens, nou, niet eens, we gewoon ongelukkige momenten meegemaakt. Dat ik dacht, jeetje, waar ben ik aan begonnen? En wat doe ik hier in mijn eentje? En zat ik daar op mijn zolderkamertje, geen vrienden, alleen collega's die je dan elke dag zag. Maar dat, ja, dus daar heb ik wel echt aan moeten wennen, ja. Ja. En een soort bepaalde soort druk ook misschien of zo? Van, ja, zeker. Van, ik moet iets, ja, bereiken? Ja, of? Ja, en ook die angst van, oh, val ik niet door de mand en kan ik dit wel? En weet je, dat wat veel mensen zullen hebben. Dat ik ook niet op vakantie durfde, weet ik nog. Dat vakantie echt spannend was, want er ging iemand je vervangen. En dan dacht ik, nou, die zal wel veel beter zijn dan ik. En dan ben ik zo meteen mijn baantje kwijt. Ja, het was wel een harde wereld. En, want in die university heette dat toen nog, BNN University. Oh, ja. Dat is een opleidingstraject, was dat van een jaar waarin je dus van alles deed. Maar elke 3 maanden was er een beoordeling en vielen de mensen af. Dat was ook zo. Dus ja, na 3 maanden gingen de eerste mensen al naar huis. Dat maakt het ook wel extra spannend. En dat je denkt, ik moet wel echt mijn best doen en ik moet wel echt laten zien wat ik kan. Dus ja, wel druk inderdaad en wel je best doen. Ja. Maar ja, je viel dus steeds niet af. Ja, die droom van de DJ, die viel dan inderdaad. Maar je viel niet af. Nee, ik viel niet af. Dus ik had een baan. En dat was vrij snel. Bij Domien Verschuren kwam ik toen aan het werk. Die had een programma tussen 10 en 12. Dat was de opvolger van Arbeidsvitamine. Dat had je toen nog op 3FM. Oh, ja. En dat was, ja, dat heeft mij toen op de been gehouden, ja. En daar begon natuurlijk ook waar je nu zit, ja, feitelijk, met die relatie met Domien. Ja, 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 die podcast is inderdaad daaruit voortgekomen, uit dat alles, ja. Ja, ja, uit dat alles, ja, want als bang vogeltje van 23 uit Emmen op het Mediapark zoeken naar je plekje, ben je dan nu een van de... van de 3 mannen van Man, de podcast geworden. Ja. Ja, ja, je zegt al zelf van, ja, het staat allemaal helemaal nergens op zo, maar het is helemaal wel zo. Het is wel zo, een gelauwerde show. Bas, wat is je favoriete show? Nou, ik weet niet. Marcels wordt nu gebruikt bij huis, Louise. Marcels? Marcels, dat is dat biologisch afbreekbare. Oh, dat is allemaal, ja, 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 ja. Oh, dat is dan weer verkeerd. Nee, heel goed. Want je sokken. Jezus, ja. Jezus, dat is dan weer niet goed. Nee, heel goed. Marcels, ja, ja, ja. Ja. Supergoed, Kogen GroenLinks. Yay. Goed voor de wereld, Bas Louise. Ja, onvoorstelbaar ook eigenlijk. Dat het toch, het is ook, het heeft ook wel iets heel raars, ja, toch? Dat daar mensen naar luisteren. Ja. 1,5 uur, het is best wel lang. Het is heel lang. Het is, ja, nee, het is echt een opgave. Ja, het is best een opgave. Nee, het is ook niet dat je iets leert. Weet je, als je nou bijvoorbeeld naar Maarten van Rossum luistert, dan leer je nog iets en dan hoor je nog iets zinnigs. Of als je naar een podcast van NRC luistert of een true crime podcast, dan krijg je nog iets mee. Dan krijg je nog iets mee. Ja. Bij ons niks. Nee. Dat daar mensen naar willen luisteren, dat is wel bijzonder, ja. Wat is dat, denk je? Waarom mensen dat dan... Ja, dat is een goede vraag. Mensen vinden de chemie, denk ik, leuk tussen ons drieën. Dus dat werkt, ja, dan. Ja, dat is ook zo. En mensen willen even ontspannen. Mensen willen even met iets anders bezig zijn. Mensen zijn lang in de trein, lang in de auto. Willen even gemaakt worden. Ja. Zonder dat ze er heel erg bij na hoeven te denken. Dat is, denk ik, waarom het werkt. Ik merkte wel zelf, want toen ik het voor... Want een paar jaar geleden zei iemand... Oh, dan moet je luisteren. Dat is echt een superleuk podcast. En toen heb ik het geprobeerd. Ja. En toen dacht ik, nou, ik snap er helemaal niks van. Nee. Weet je wel, wie zijn deze gasten? Ja. Waarom zijn ze zo met elkaar? Ik dacht, ik word een beetje buitengesloten, zeg, ja, maar, van deze 3. Ja. Ik had er helemaal niks mee. Nee. Maar toen ter voorbereiding op dit gesprek ben ik wat gaan luisteren en ook wat over jullie gaan lezen en zo. En dan komen jullie karakters tot leven, zeg maar. En dan voel je ineens meer verwant. En dan ben je meer bij aan die tafel, ja, of zo. Ja, ja, ja. Dus toen begon ik het ook ineens te begrijpen. Van, oh, wacht, je bent, ja, dan elke week ben je even ook bij je vrienden aan de tafel. Ja, ja, zo voelt het dan, denk ik, ja, dat je even aan tafel aanschuift. Maar dat is ook, ik denk dat ook wel eens, hoor, dat als je bent begonnen bij aflevering 1 en dan ben je met ons meegegroeid, dan ben je inderdaad meegegroeid met die karakters. En als je nu instapt, dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt, ja, waar luister ik naar? En voor wie is dit interessant? En niet voor mij. Dat kan me goed voorstellen, ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. Waarom zijn jullie deze podcast begonnen toen? Nou, wij werkten op een gegeven moment met z'n drieën samen. Want toen maakten we de avondshow. Dat was Dit is Domien op 3FM. En ik was daar redacteur en Chris was ook redacteur. En Domien presenteerde het. Dat klikte altijd heel erg met z'n drieën. En we deden altijd hele leuke dingen. En die samenwerking die stopte. Chris die ging iets anders doen. En uiteindelijk kwam er ook een ander programma op Domiens pad. En toen dacht ik,
die samenwerking met z'n drieën, dat werkte zo goed. En dat was zo leuk en er gebeurde altijd iets. Dus ik ging op zoek naar iets wat we met z'n drieën konden doen. En toen heb ik eerst nog heel lang aan YouTube gedacht. Maar daar kon ik ook niet echt iets voor verzinnen. En toen kwam net een beetje podcast op mijn pad. Toen dacht ik, ja, podcast, dat moeten we doen. Dat is en totale vrijheid en het is audio. Dus dat ligt wel in het verlengde van de radio. Zo is het balletje gaan rollen. Ja. De podcast begon als een zoektocht naar mannelijkheid. Dat was ons oorspronkelijke thema. Dus we gingen ons afvragen aan de hand van anekdotes, thema's, stellingen. Hoe mannelijk zijn we nou eigenlijk? En daar zijn we een beetje van afgestapt. Dus het is nu, we bespreken nu gewoon de week. Ik maak dingen mee en dan schrijf ik het op en dan ga ik het vertellen. Dat is wat het is. Meer is het niet. Ja, dat is wel een heerlijk bestaan. Ja, dat is een heerlijk bestaan. Ja, dat kan ik iedereen aanraden. In welk jaar was dit? Dat is een jaar of 6, 7? 2018, ja. We bestaan nu 5 jaar. Ja, precies. Ja. Ja, dus dan was je ook zeg maar echt ook vroeg op die boot. Ja, daarom, want je zei al van dat de prijzen zijn gewonnen. Maar dat is natuurlijk waarom de prijzen zijn gewonnen. Omdat we, ja, we waren in het land. Ja, in het land de blinden, weet je. Was de eenoog koning. Er was toen nog niet zoveel. Nee, 2018, er was inderdaad gewoon nog niet zo heel veel. Dus je viel al heel snel op. En dat is nu wel anders natuurlijk, want er zijn heel veel podcasts. Wat top is, maar ja, dus de wereld is wel veranderd, ja. En de winnaar van de Gouden Podcast 2020 is Man Man Man, de podcast. De Gouden Podcast. Tering. Heb je de biertje nou meegenomen, ja? Oh, dit is hem de prijs niet. Nee, dat is je bier. Waar is de prijs nou? Is hij nu al kwijt? Oh ja, had toch. Je hem nou achter je rug, Bas? Nee, die gaat mee naar huis, Bas. Nee, dit is hem. Ja, dankjewel. Het is nog steeds Chris, Bas en Domien met microfoons aan de keukentafel. De winnaar van de Gouden Podcast 2020. Man, 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 de podcast. Je zou dit eigenlijk met beeld moeten checken. Nee, hoef ik niet te zien. Heb je het wel eens teruggekeken? Nee. Ik kan me dit allemaal nog wel herinneren, ja. Nee, maar dit is zo vreselijk, omdat... Dit is bij de Radio Ring. Ja, dat is echt verschrikkelijk. De Gouden Podcast was dan de prijs. Nou, dat is heel leuk hoor, dat we die hebben begonnen. Dat vond ik echt gek. Maar het leuke zeg maar aan dit fragment vind ik dan dat je ziet ook dat jij het verschrikkelijk vindt. Zeg maar. Ja, ik weet niet of je het probeert te verbloemen of zo, maar dat lukt dan in de video. Nou, dat weet ik niet eens meer. Maar het is gewoon geinig om te zien dat je twee kameraden... Beetje van die voorgrondtypes. Ja. En die, nou, babab, die lullen wel wat. En jij stond er zo in het midden van die twee, zo een beetje vooruit te kijken van... Fuck, doe ja, nee, omdat ik het echt haat. Het is echt kut. En zij zijn er ook veel beter in. Dus dan moeten zij dan ook lekker doen, toch? Je moet ook gewoon je moet doen waar je goed in bent. Ik ben daar niet goed in. En zij zijn er beter in. Dus dat kunnen zij dan beter doen. Ja. Nee, ik vind dat echt, joh, echt het Radio Ringfeestje, dat is echt de hel. Ja, waar niemand heeft daar zin in. En iedereen die zit er uit die radiowereld en die denkt... Iedereen kijkt ook een beetje op elkaar neer. En niemand bewondert elkaar. En iedereen haat elkaar. En iedereen... Nee, dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik haat het echt. En dan op zo'n podium dan een dankwoord te gaan uitspreken... wat niemand serieus neemt, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Dat is alleen maar mensen uit de radiowereld. Ja, nou ja, dat is gewoon niet een heel leuk publiek. Hoe lukt het jou dan toch om er mee om te gaan? Of ga je er gewoon niet mee om? Zet jij jezelf gewoon uit? Ja, ik zet mezelf uit. Ik ga op standje hersendood en ik ga zuipen. Ja, ik ben ook heel slecht in netwerken en zo... Ik denk wel eens, ik zat er laatst aan te denken... dat als ik heel goed zou zijn in netwerken... dat je gewoon met iedereen lekker kan babbelen... dan had ik allemaal andere baantjes ook nog weer gehad, denk ik. Maar ik ben er gewoon niet goed in. Ik kan dat niet. Dus ik hou daar ook niet van. Nee. Hey, hoe is de rolverdeling met z'n drietjes? Qua persoonlijkheden, waarom matcht dat goed met elkaar? Ja, waarom matcht dat goed met elkaar? Ja, ik vind het zelf altijd heel lastig om mezelf erin te fietsen. Begin maar met die andere twee. Ja, okay, dan doe ik even tijd dat. Om. Dan doe ik dat. Nou, Domien, die heeft het totale overzicht. Altijd over alles. Die overziet de tafel. Die weet waar we heen gaan. Die is slim. Die denkt snel. Chris ontregelt veel meer. Die is druk in zijn hoofd. En is van de grapjes en lachen en gezellig. Ja, en ik zit daar dus een beetje tussenin. Dus ja, ik weet niet zo goed wat mijn rol daar dan in is. Misschien ben ik wel de nuchtere Drent. Terwijl, ja, de echte nuchtere Drent zal wel zeggen... Hij stelt zich ook aan. Er zijn altijd gradaties in. Zijn altijd gradaties in. Ja, dus dan kom ik denk ik niet aan de top. Maar vervul ik die rol een beetje. Hoewel ik niet echt de Drent speel. Maar misschien wat nuchterder en dat zou kunnen. Hoe is het om met twee goede vrienden wekelijks... zo'n intensief level eigenlijk met elkaar zo'n product te maken? Ja, dat is echt een feest. Want dat is toch het allerleukste wat er is... dat je met je vrienden kan werken en dan ook nog iets leuks doet... en dan ook nog eens daar je geld mee verdient. Het is ook soms moeilijk. We hebben het ook wel moeilijk gehad dat het allemaal niet zo goed ging...
Maar dat hebben we uitgepraat en er moest echt over gepraat worden. En toen daarna ging het wel weer goed. Maar wat dan niet zo goed? Wat? Ja, toen speelden de dingen. Ik weet niet eens heel goed wat het was. Maar we verloren elkaar een beetje uit het oog. Daar kwam het op neer. En dan ontstaat dus een situatie waarin je niet meer echt met elkaar praat. Maar iedereen wel wat van elkaar vindt. En daar onderling wel over praat, maar niet tegen de persoon zelf. En iedereen vindt wat van elkaar. Hè? Dus het is niet dat één iemand daar kut in was. Maar dan groei je uit elkaar. Dat kan dus blijkbaar al na 3 jaar gebeuren of zo. Wanneer was dat? 3,5 jaar geleden? Ja, maar het zijn natuurlijk wel hele intense jaren die je met elkaar beleeft. Ja, het is intens. En je wil van alles en er moet van alles. En er kan van alles. En er komt ineens heel veel op je af. En dat het gaat natuurlijk ook over geld. Dat is natuurlijk ook altijd een spannend onderwerp. En daar kun je ook gedoe over krijgen als je daar geen goede afspraken over maakt. Maar dat is allemaal uit de lucht nu. En we hebben het eigenlijk leuker dan ooit. En het is echt een feest om dit elke week. Ik kijk er echt naar uit. Elke donderdagochtend. Dan mogen we je opnemen met z'n drieën. Dat is altijd leuk. Ja. Ja, wat is de meerwaarde eigenlijk van om met je vrienden zoiets iets te maken? Wat brengt het je extra in die vriendschap? Ja, nou in die vriendschap. Ja, dat is wel een goede vraag. Er zit wel een soort diepere laag komt erin. Dus je maakt dingen met elkaar mee die je anders niet met elkaar mee zou maken. En dat verbindt natuurlijk enorm. Ik hoef maar A te zeggen en ik weet dat Domien B gaat zeggen en ik weet dat Chris C gaat zeggen. Dus dat maakt het ook heel makkelijk soms dat je maar alleen maar voorgeeft en dan kopt iemand anders het in. En dat je elkaar dan ook niet in de weg zit. Ja, over vriendschap gesproken. Ik heb mijn vriend van je opgesnapt. Oh, wie? Yo man, ik ga dus een podcast opnemen, hè, met Bas. En ik heb begrepen dat jullie elkaar goed kennen en ook way back gaan, hè? Nou, dat kun je wel zeggen. Het is zeker way back. Ik denk dat we dan toch alweer gauw over 20, 21, 22 jaar hebben. Ja, we hebben elkaar leren kennen bij de MSZiekomroep. Ja, en het klikte eigenlijk gelijk. Passie voor de muziek, passie voor radio. Dus we hebben daar jarenlang radio gemaakt. En zo leer je elkaar steeds beter kennen. Van daaruit is dan een vriendschap ontstaan. Ja, Bas is dan nu podcastmaker. Daar succesvol mee. Hoe kijk je daarna naar die ontwikkeling van hem? Eén woord, ontzettend, eigenlijk twee woorden, ontzettend trots. Ik gun het hem met heel mijn hart en ik vind het ook echt ontzettend knap. Ja. Wat is dat aan hem? Wat vind je denk van, dat is dan net, zeg maar, ja, gewoon net even dat extra. Ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Wat Bas heeft, en dat brengt hem ook ver, is dat hij niet bang is om dingen te ondernemen. Hij is ook, mag wel ook wel gezegd worden, hij is wel een beetje brutaal. En dan kun je ver komen. Ja, ik kan me voorstellen als je net die grens opzoekt, maar dan met een bepaalde charme of zo. Nou, dat zeg je eigenlijk precies goed. Dat stukje charme heeft hij ook. En die combinatie van die twee zorgt ervoor dat hij geliefd is. Dat hij succesvol is, maar ook dat hij dingen voor elkaar krijgt. Ja, wanneer dit in de podcast zit, dan zit ik bij Bas aan de keukentafel in Utrecht. Heb je een vraag voor hem? Een prangende vraag. Ja, dat heb ik, Colin. Het is een beetje drieledig. Mag dat? Ja, dat mag. Ja. Je mag helemaal zelf weten wat er gebeurt. Ja, oké. Nou, waar ik dan benieuwd naar ben, en dat hoop ik dan terug te horen in de podcast. Wat volgens Bas de definitie van vriendschap is. En wanneer is iemand in zijn ogen een goede en een minder goede vriend? En daaraan gekoppeld, hoe hij zichzelf plaatst in die context? Dat zijn drie interessante vragen. Nou, we gaan het horen. Ja, Bas. Ja. Dat is Marlo. Dat is Marlo de Kleine. Marlo de Kleine. Zeker. Die heb ik al lang niet meer gezien of gesproken. Nee, ja, dat is interessant. Jeetje, poeh. Overvalt het je? Ja, het overvalt me zeker. Waarom? Nou ja, omdat deze... Marlo, die heb ik al heel lang niet gezien of gesproken. De vriendschap is een beetje uit elkaar gegaan. Al een tijdje geleden. Dus dat is... Dat is interessant. Ja, het is interessant. Ja. Ja. Oh, jullie zijn een beetje uit elkaar gegroeid of ja. Zo. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet zo. Oh, okay. Nee. Die indruk kreeg ik niet. Nee. Nou ja, dat is wel een beetje wat er gebeurd is. Dus ik snap zijn vragen ook. Het is interessant. Oh ja, die indruk kreeg ik niet. Hoe ik het een beetje begreep, is dat hij... ik zei, spreek ik elkaar nog veel? Nou ja, een beetje afstand en zo. Dus wat minder of zo, weet ik veel. Maar ja. Ik had niet de indruk dat er iets aan de hand was of zo. Okay. Nee, dit is helemaal niet om je om nee, verweten. Nee, dat snap ik ook. Totaal niet. Dat snap ik schiet er ook een beetje van dat je dan denkt, ja. Oh wacht, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Nee, dat snap ik ook. Dat is ook helemaal niet erg. Ik niet heel goed ben, ik ben communicatief niet heel goed soms. Als dingen mij
Als ik mij stoor aan dingen. Dus als ik... ik ben dan toch conflictvermijdend. Ja, en onze vriendschap is voor mijn gevoel een beetje uit elkaar gegroeid. Waarbij ik met dingen zat die ik dus nooit heb verteld. Waar ik nooit iets over gezegd heb. Dus heb ik dat echt laten verwateren. En heb ik dat echt laten verslonsen ook, ja. Het wordt een soort familiediner. Ja, dit wordt echt familiediner. Dat was ook weer. Maar gewoon niet een soort van Bert, hoe heet die? Bert van de EO. Bert van Leeuwen. Bert van Leeuwen. Die wil ik nu ook weer niet krijgen. Ik had echt totaal niet door dat er iets soort van speelt. Nee, dat vind ik heel gekut nu eigenlijk. Nee joh, hou op. Dat is helemaal niet kut. Het lijkt net alsof ik jou nu voor een blok wil zetten. Nee. Dat gevoel heb ik helemaal niet. Nee, ik dacht. Oké, gelukkig. Ja, zijn vragen op een briefje geschreven. En om het heel serieus. Wat is volgens jou de definitie van vriendschap? Ja, en hoe zie ik mijn eigen rol daarin? Ja, en nog een tussenvraag. Van wanneer is iemand een goede vriend en een minder goede vriend in jouw ogen? Een drietrapsraket. Ja. Maar we beginnen bij de eerste. Wat is volgens jou de definitie van vriendschap? Loyaliteit. Ja, dat je loyaal bent aan elkaar. En dat je... dat is denk ik voor mij de definitie van vriendschap. En dat je er voor elkaar bent. Ja. Nou, dat is een mooie definitie. En wanneer is iemand een goede en een minder goede vriend? Ja. Ja, wanneer is iemand een goede en een minder goede vriend? Iemand is een minder goede vriend als die je links laat liggen, denk ik. En iemand is een goede vriend als die het gevoel geeft dat je bijzonder bent voor diegene. Hoe formuleerde hij dat ook alweer? Moet even spieken hoor. Oh ja, hoe plaats jij jezelf in die context? Ja, nou ja, ik probeer altijd echt een goede vriend te zijn. Maar ik zal er ongetwijfeld ook in falen en fouten in maken. Maar ik heb mijn vrienden altijd wel hoog op mijn lijstje staan, voor mijn gevoel. En ik probeer er altijd wel aan ze te denken, ja. Maar ik zal ook ongetwijfeld fouten maken. Maar ik vind vriendschap wel echt belangrijk, ja. Ja. In dit geval de vriendschap met Marlo. Ja, dat is interessant. Komt hij uit de limousine? Ja, precies. Stapt hij uit. Ja, nou, ik denk dat hij wel uitstapt. Ja, goed. Het is natuurlijk een particulier iets, hoor. Mijn algemene zin is er natuurlijk wel zo dat... Ja, vriendschappen zijn natuurlijk ook wel moeilijk te onderhouden soms ook wel, ja, toch? Maar ja, het is ook net hoeveel energie je erin stopt. Weet toch, het is ook gewoon wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat is natuurlijk met vriendschap ook zo. Maar ja, soms is het ook, moet je ook misschien accepteren dat iets niet meer werkt. Ja, zeker. Nou, even, we moeten even switchen. Voel je het ongemakkelijk? Kan ik niet even een instartje? hebben we nog iets leuks klaarstaan? Nou, hou ik dat ik een producer had. Hebben we een plaatje klaarstaan of zo? Iets van Springsteen erin. Ja, ja. Het begon in 2003. Bij zijn concert in de Kuip in Rotterdam. En sindsdien ben ik een evangelist. 1, 2, 3, 4. En ik ben niet de enige. Springsteen fan zijn. Het is geen fan zijn, het is gewoon een levensstijl. Ja, ja, dus dat is heel... Het is echt alsof je een bekende tegenkomt in de kroeg. Dus gewoon waar je er gewoon lekker mee kan praten. Alleen soms popt er zo in je hoofd dat je denkt... Oh ja, dit is de grootste ster op aarde. Dus ik ben heel blij dat er één man is die als hij spreekt... ik bijna al meteen volschiet. De Springsteen podcast. Over zijn fans en hun bijzondere verhalen. Ja, de Springsteen podcast. Dat is zo'n solo project. Ja. Hoe was dat om te maken? Fantastisch. Ja, je glunde direct weer. Ja, ja. Nee, ik vond het echt te gek. Waar ik spijt van heb is de titel. Ik vind echt de sufste titel op de Springsteen podcast. Dat had echt beter gekund. Ja. Dat denk ik nu altijd als het erover gaat. Gaat er niet vaak over, maar als het erover gaat, dan denk ik dat. Dus dat wil ik dan toch even gezegd hebben. Nee, ik vond dat echt onwijs leuk om te maken. Want ik ben fan van hem. En ik mocht met allemaal fans praten over hem. En ik vond het gewoon het bedenken van die serie en die afleveringen en het monteren en alles. Ik vond het echt een feest. Ja, vond ik echt heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, en ook echt even wat anders dan wat je dagelijks of wekelijks doet met de jongens. Dus het is echt jouw eigen ding dan, zeg maar. Ja, dus dat vond ik inderdaad ook heel leuk dat het ook inhoudelijk iets anders was. Dat ook leuk om, nou ja, om die kant te laten zien. Maar dat ik heb wel weer zin in zo'n soort project, ja, dat ik dat ook weer ga doen. Kijk, want Man is fantastisch, hè? Het is een feest en het is echt, ik zou niks liever doen. Maar het is ook gewoon aan tafel zitten met een kop koffie en met je vrienden ouwehoeren ergens. Je maakt wel een podcast, maar dat is het ook. En hier zit veel meer in. Je moet je meer over nadenken en die interviews voorbereiden. Dus daar haalde ik wel veel uit, ja. Ik vond het echt een feest dat ik de hele dag daar bij BNNVARA en Hilversum in zo'n editkamertje te editen. En dan reed ik naar huis, rond een uurtje of
7 s'avonds. En dan zat ik in de auto, zat ik weer alles terug te luisteren. En dan dacht ik, oh ja, dat moet anders. Dat ga ik morgen beter doen en dat kan nog. En dat en dan ja, vond ik echt heel erg leuk. Ja, dan kwam ik helemaal geïnspireerd. Kwam ik thuis, had ik echt zin in de volgende dag. Weer ging ik weer verder. Ja, echt heel erg leuk. Ja. Ja, als ik er zo over praat, dan denk ik, ja, pak snel weer zo'n project op, joh. Ja, ik heb zitten nadenken over Springsteen. Want hij is natuurlijk nu net geweest in Nederland ook en hij is aan toeren. Ja, jij bent natuurlijk naar al die... Ja, ik heb 8 concerten gezien. 8 stuks. Ja, 8 van deze toeren. Oh, ja. En ik kwam zijn kok, of een kok die in Nederland voor hem heeft gekookt. Die kwam ik een soort van op het spoor. En zijn dokter, blijkbaar heeft hij altijd als hij in een stad is, dan heeft hij een plaatselijke huisarts die hem checkt voor elk concert. En ik weet nu wie de arts in Nederland was. Dus dat lijkt me ook heel leuk om zo iemand te spreken. Ja. Nou ja, dat soort mensen hebben ook natuurlijk hele interessante verhalen. Dus daar zat ik over na te denken. Ja. Dus een deel 2. Een deel 2, ja. Ja. Of een seizoen 2. Ja, precies, seizoen 2. Dus dat speel ik nog wel een beetje mee in mijn hoofd. Maar ik had ook een ander idee, maar ik weet niet of je daar... Maar ik had ook nog een podcast idee over Emmen. Daar wilde ik ook heel graag een podcast over maken. Ja. Dat ging over dat Emmen dus nu voor de 11e keer, notabene. Vorig jaar was voor de 10e keer was Emmen de minst aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Ja. En nu voor de 11e keer. Nou, dat leek me fantastisch om daar een podcastserie over te maken. Of in ieder geval een podcast ja, met een paar afleveringen. Dat is ook nog een idee wat ik nog steeds wel in mijn hoofd heb. Ja, de atlas voor gemeenten. Ja. 10 jaar, maar nu dus 11 jaar op rij. Ja. De minst aantrekkelijke gemeente. Ja, dus eigenlijk gewoon de meest belabberde gemeente. Ja. Om te wonen. Van de woonaantrekkelijkheidsindex. Ja. Had ik even opgeschreven. Ja, je had het voorbereid. Ik had het voorbereid. Ja, je wist ervan. Maar dat is ook een idee om daar dan iets mee te doen. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. En ergens, ik weet ook niet waarom ik dat... Dat schuif ik dus ook steeds voor me uit. Ja. Omdat het ook iets is waar je in kunt falen of wat fout kan gaan en zo. Dus dan schuif je dat maar voor je uit. Want ik heb man achter de hand en het gaat al goed, weet je zo. Maar ik zou dat eigenlijk wel moeten doen, omdat ik dat toch wel heel erg leuk vind, ja. Is dat een ding bij jou van, oh, ik wil dat, maar oh shit, het kan ook helemaal misgaan. Het kan ook. Is dat iets wat bij jou aanwezig een beetje is? Ja, dus als het niet hoeft, dus je gewoon wel in je comfortzone blijven zitten, dat kan ik heel goed, ja. Ja. Hoe ga je daar dan uit? Schopt iemand jou daar? Ja, dan? Iemand moet me schoppen of ik moet mezelf schoppen onder mijn kont geven. Als het te lang duurt voordat iemand jou schopt, dan moet je het zelf. Ja, nou ja, bijvoorbeeld om maar een voorbeeld te geven. Ik heb bij de radio heb ik ook gewoon te lang gewerkt eigenlijk. Ik heb nog 2 jaar bij Q-Music gewerkt na 3FM. Toen heb ik 9 jaar in totaal bij de radio gewerkt. Nou, dat laatste jaar, dat had ik gewoon niet meer moeten doen. Daar had ik eigenlijk moeten stoppen. Ja. Ik was niet meer gemotiveerd. Weet je, ik verdiende toch mijn geld. Ik had ook niet zoveel zin meer. En dan doe je nog wel dat werk. Dat is voor niemand natuurlijk heel leuk. En toen ben ik eruit geschopt, wat heel goed was. Maar dat is absoluut waar. Dan kan ik veel te makkelijk in mijn comfort blijven hangen. Ja. Ja, gaat toch goed. Ik verdien mijn geld. Ik heb niks te klagen. De zon schijnt. Snap je? Zo, ja. Ben jij wel eens bezig ook met later? Of zo? Jij bent net vader geworden natuurlijk. Ja. Je zoon is net 1 jaar. Ja. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Maar heeft dat ook iets in jou veranderd of zo? Ja, ik ben heel erg veel meer bezig met sterfelijkheid. Ach jee. Ja, om maar van gevoelens op tafel te leggen. Ja. Nee, dat is maf. Ik vond dus altijd, ik vond ouder worden altijd heel leuk. Weet je, als je jong bent, dan ben je heel onzeker en dan wil je van alles kunnen en dan kan je dat niet en dat is heel lastig. En als je wat ouder wordt, dan accepteer je veel meer en dan is dat prettiger en dan word je minder onzeker. Dus dan heb je wat meer overzicht in het leven. Vond ik allemaal heerlijk. Lekker vond ik dat. En toen werd Toon, onze zoon, werd geboren. En toen stopte dat hele proces. Toen dacht ik, ik vind het helemaal niet meer zo leuk om ouder te worden. En ik voel me ineens oud. En ik ben ineens bezig met de dood. En hoe lang heb ik nog? En dat gebeurde vooral in mijn hoofd. Ja, dus nee, het was echt leuk. Ja. Ja, dat is wel aanraden, dat ja, vaderschap. Ja. Ja, nee, dat is heel gek. Dat veranderde wel echt, ja. Ik weet niet waar dat door komt. Dat je ineens geconfronteerd wordt met ouder worden. Ook dat ik dacht, jeetje, dat hij... Want dan ging ik dus terugdenken aan mijn eigen leven. Hè? Gewoon de basisschool en dan de middelbare school. En dan dacht, jeetje, het was zo'n lang proces om te komen waar ik dan nu ben. Ja. Dan moet hij dat ook allemaal doen. Dan moet hij die hele route nog afleggen. Jezus, tering. Ik werd er helemaal ongelukkig van voor hem. Dat ik dacht, oh, jeetje, wat duurt dat lang voordat je daar bent. Ja, ja toch? Ja. En als je jong bent, dan duurt ook alles heel lang... Nu gaat alles lekker snel. Is veel, veel fijner. Maar toch, dus dat, ja, nee. Dus ik dacht ineens, oh, ja. Daar werd ik ineens wel mee geconfronteerd. Ja. Ja. En verder... Heb je wel in je, hè? Dat zwaarmoedige of zo. Beetje iets zwaarmoedigs zit er wel altijd in, ja. 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 Maar ook iets optimistisch wel altijd. Want ik kan heel erg goed naar de toekomst kijken en dingen gaan...
of dingen bedenken. En dan zie ik daar niet per se in dat dat niet leuk kan worden. Of dat dat kut kan worden. En dan is het zover en dan is het wel kut of niet leuk of wat dan ook. Maar ik kan heel goed met een roze zonnebril naar dingen toe gaan. Of op dingen afgaan die later niet leuk blijken te zijn. Maar ja, dus dat zit er allebei een beetje in. Maar iets zwaarmoedigs ook wel, ja. Is iets waar je ook wel mee worstelt, zeg maar, door je leven heen? Nee, ja, wel geworsteld. Is het iets wat af en toe terugkomt? Ja. Ja, soms. Maar ik vind het ook niet zo erg. Ik heb ook wel geaccepteerd dat het ook is wie ik ben. Ja, ja toch? Ja, je kunt niet altijd gelukkig zijn. Je kunt niet altijd, zes gooien. Nee. Nee, maar het is toch prettig om te weten dat je niet altijd gelukkig bent. Nou, ik denk dat het een hele hoop oplost. Want als je dan zeg maar dat wel heetheid wil, dan wordt het een strijd natuurlijk. Dan wordt het een zware wedstrijd, ja. Ja. Die je ook dan niet gaat winnen. Nee, dus af en toe even bij de pakken neerzitten of chagrijnig zijn of... Ja, of verdrietig zijn, dat is ook oké. Ja, nou ja, genoeg uitdagingen toch? Maar nee, over het algemeen gaat het wel goed hoor. Zie ik de zon wel schijnen. Ja, soms niet. Nee, ja, nou ja, dat hoort er misschien ook wel bij. Ja. Hey, wat doe jij naast de Man 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 de podcast? Tuinieren hoorde ik. Ja, tuinieren, maar de tuin is nu redelijk op orde, dus dat heeft niet zo heel veel aandacht nodig. Ik sport veel, ik probeer, ik ben een beetje huisvader af en toe. Ja, maar dat vind ik dus... daar kan ik ook niet zo goed antwoord op geven. Dat is dus wat ik doe. Ik maak die podcast, dat is 1 keer per week. Verder ben ik anderhalve dag zeker thuis met Toon. En ik heb nog 2 vrije dagen helemaal voor mezelf. Ja, en dan ga ik ergens een koffietje drinken. Of ik ga een wandelingetje maken. Of ik ga sporten. Of ik ga in de tuin in. Ja, zo vul ik mijn dagen. Ja, ja, heerlijk toch? Ja, het is heerlijk, ja. Ja, maar je vertelde een beetje alsof dat het niet mag zijn of zo. Nee, nou ja, dat is ook een beetje zo. Nou ja, weet ik niet. Voor mij wel. Maar... Nou, dankjewel. Ja, nee, ja, ik heb jouw zegen. Wie ben ik? Ja, nee, dat is waar. Nee, maar heb je dat gevoel dan? Van, oh, ik moet meer dan... Ja, soms wel. Meer doen met mijn tijd, ja, of zo? Ja, terwijl van de andere kant kan ik soms ook nog eens denken dat ik het druk heb. Ja, waar ik dat lef vandaan haalde, weet ik ook niet. Want ik heb het echt niet druk. Nee, maar ik kan ook zo genieten van een lege agenda. Ja. Ik moest vanmorgen sporten, toen naar de tandarts en toen kwam jij. Nou, dat vind ik al meer dan genoeg op mijn dag. En dan hoop ik zo meteen nog te kunnen hardlopen. Dan heb ik mijn dag wel gehad, ja. Ja, ja. Ja, dat is toch wel, ja, topdag wel hoor. En wat vind jij chille podcast om te luisteren? Ja, eentje die ik echt vast luister is Maarten Verossen. Ja. Die luister ik standaard. Ja, ben ik ook echt fan van. Ja, ja. Ja. Ja, nou dat is het. Ja, meer heb ik echt niet nodig. Ik ben helemaal niet zo'n enorme podcast luisteren. Nee, die luister ik vooral, ja. 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 Hey, wat zou je nog echt willen bereiken? Als je zeg maar gepensioneerd bent straks en je zit ja, dan niet met een havermelkje, maar gewoon met een neventje bij een biljarttafel. Ja. In Drenthe misschien wel weer. En je kijkt terug op het leven en de loopbaan. Ja. Dat is een hele goede, ja, dat je, ja, god, kom je bij allerlei clichés terecht natuurlijk. Dat je trots kunt zijn op iets wat je gedaan hebt. Of, ja, of dat je kind een goede start heeft gemaakt in het leven. Of, ja. Of goed zijn beste aan het doen is. Of goed terecht gekomen is. Ja, misschien komt het uiteindelijk daar wel op neer. Maar ik ben daar nog niet echt. Toon is nu 1. Dus gewoon, ik ben al blij dat hij leeft nog. Ja. Misschien is dat het wel. Ja, dat je trots kunt zijn op iets. Ja, op iets. En, ja, op iets. En wat dat iets dan is. Dat weet ik ook niet. Daar kom je gaandeweg misschien nog wel achter. Nou, iemand vroeg laatst, waar ben je het meest trots op? Nu. En dat is dan voor nu, is dat het leven dat ik kan leiden met die podcast. En al die vrijheden die ik daarbij heb. Daar ben ik wel echt trots op. Dus als dat zoiets is, dan is dat ook al mooi, denk ik. Ja. Als je zo door kan gaan met je vrijheid. En een leuk privéleven kan leiden waarin ik mensen niet al te veel pijn doe. Nou, dan heb ik het goed gedaan, toch? Ja. Niet al te veel pijn. Ja, toch? Je creëert altijd schade overal nergens. Ja, toch? Zeker. Kijk, dit is een leuk gesprek. Ja, ja, nee. Zo min mogelijk. Ja, ja, als je de schade een beetje kan beperken. Schade beperken. Ja. 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 Dat is wel zo. Nee, dus het is niet dat ik nu ga zeggen van... ik zou nog zo graag een radioprogramma willen maken... of ik zou nog zo graag die reis willen maken of zo. Nee, daar heb ik niet zo heel veel mee. Ik zou ook prima heel oud kunnen worden, weet je. Amerika lijkt nog een keer te gek. Maar ja, als ik niet naar Amerika kan, dan kan ik prima oud worden. Ik geloof niet in dat soort bucketlist dingen. Gewoon trots zijn op wat je hebt gedaan en de schade beperken. En de schade beperken. De schade beperken. Dat is wel mooi, ja. Ja. Nou ja, en dan in Drenthe. Of dat zou ik wel echt gek vinden. Klein boerderijtje in Drenthe. Ja. Schaapje, geitje. Hmm. Ja, dat lijkt me echt leuk. Heb jij iets van dat Emmense of dat noordelijke wat in je karakter zit, wat jouw noordelingen ding is. Ja, precies. Ja, dat is dat ik niet over gevoelens kan praten. Nou ja. Nuchter. Nou ja, misschien iets. Ik ben ja echt nuchter. Ik ben ook niet zo echt een nuchtere gast, maar misschien een beetje. Ja, dat zou kunnen.
toch een beetje gesloten. Ja, een beetje gesloten. Ja, een beetje kat uit de boom kijken. Ik vind het wel leuk. Ik ben er niet trots op per se, want dat vind ik een beetje stom altijd. Om daar trots op te zijn. Maar ik vind het altijd wel leuk dat ik dan daar vandaan kom. Waarom? En, nou, weet ik niet. Omdat het je ook een beetje uniek kan maken. Toch? Als ze dan zeggen, ach, heb je Bas Louis uit Emmen. Dat vind ik dan toch wel leuk. Ja, ik denk, ja, kun je een beetje onderscheiden van mensen hier die cappuccino's met havermelk drinken. Toch? Want dat is wel een beetje aanstellerij. Ja, daar kan ik me dan een beetje tegen afzetten. Dat vind ik wel leuk, ja. Dus ja, het is echt een USP, is het? Ja, USP. Bas Louis uit Emmen. Ja. Hey, mooi dat je luisterde naar deze aflevering van Noorderlingen Dingen. Dat is een podcast van Dagblad van het Noorden. En ik ben dus Colin en ik wilde je vragen of je misschien ook even wat sterren wil geven. Of het zou willen liken of delen of op een andere manier kenbaar wil maken dat je de podcast geluisterd hebt en hopelijk ook waardeert. Want op deze manier kunnen anderen het dan ook weer beter vinden en zo. In de volgende aflevering trouwens hoor je een gesprek met meervoudig wereldkampioen kickboksen Sarel de Jong uit het Noordoost-Groningse Meedhuizen. Weet je, overal waar je bent gaat het altijd over het kickboksen. En dat is ook logisch, want het is gewoon, het groot deel van je leven is gewoon kickboksen. Ik was er gewoon even een beetje klaar mee. Ja. Het beklemde misschien ook wel. Ja, het beklemde echt. Ja, ik wil gewoon weer genieten van de sport. En dat deed ik gewoon niet meer. Ja, dat wordt volgens mij ook wel een mooie. En wil je nou geen aflevering missen? Je kan je gewoon abonneren op dit kanaal. Dat is een makkie. En dan nu even wat shout-outs voor de redactie, productie en van alles en nog wat. Lieselotte Schuren. De grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keijzer. En de scratches van DJ Irie. Volgende week dus wereldkampioen kickboksen Sarel de Jong uit Meedhuizen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan. Noorderlingen dingen.